Ja, dit wordt nieuwsuitzending nummer 0. Even controleren hoor. Waar zijn we gebleven? Want ik maak de hele tijd van nieuwsuitzendingen. En dan moet je wel weten waar je gebleven bent. Hè? Dit is volgens mij nieuwsuitzending nummer 128. Even controleren. Want het heeft geen enkele zin om iets te vertellen wat niet waar is. Gaan checken. Controleren. Ja. Vertrouwen is mooi. Controleren is beter. Ja, dit is 128. Ja. Nieuwsuitzending nummer 128. Want dit is de laatste. Dat is 127. Die heb je nog niet gezien. Maar die komt eraan hoor. En deze moest er even uit. Dat kan je moeilijk over doen of zo. Of je doet er moeilijk over. Dat maakt niet uit. Op de ene manier moeilijk doen of op de andere manier moeilijk doen. Maar je moet toch moeilijk doen. Want er zijn een paar dingen niet goed met ons. En mag ik jullie herinneren aan Auschwitz. Auschwitz, dat was een concentrationslager. Een concentratiekamp. Er werden gewoon mensen naartoe gebracht, naartoe gevoerd, naartoe gevuurd. Ja, en was het in Auschwitz leuk? Denk jij dat zelf? Maar goed. Ik wil het vooral zo vrouwelijk mogelijk houden, dat snap jullie ook wel. En dan ga ik eventjes kijken of ik het hier goed voorbereid had. Ja, hier is helemaal goed. En dan moet je Ctrl F dinges command. Kijk. Oh sorry, ik kwam even tegen de microfoon aan. Entschuldigung. Dit is bij mij om de hoek. Hier rechts zat ooit een best leuke boekhandel en een best leuke bibliotheek. Dat is gelukkig allemaal opgeheven. En er zit nu dus een of andere Joodse firma. Het komt Joods over. Ik ben niet anti-Joods of zo. Hoor. Dus ik ben zelfs op cursus Joods. Dus je moet mij niks verwijten over mijn Joods zijn. Ook al heb ik een grote nazen. Een grote neus. Ik heb zo'n Joodse neus. Maar rechts zitten ze momenteel zo'n Joodse firma. En wat je hier nu ziet, dat wil je natuurlijk ook weten. Wat loopt hier? Nou, dat zijn een stelletje zwarte pieten. Maar dat zijn geen echte zwarte pieten. Ben jij gek? Die zijn gesminkt. Die hebben zichzelf laten sminken. Ik ken gewoon persoonlijk een zwarte piet. En dat is de vriend van Richard Nicolaas. Die zichzelf best wel Sinterklaas wil laten noemen. En die noemt zijn vriend. Zo'n leuk verhaal. Want Richard Nicolaas, die kan goed schaken. Nou, heel goed kan hij het niet. Maar hij heeft gevoel voor schaken. En hij is een kermisklant. Hij heeft een kop van jut. En niet eentje. Nee, ben jij gek? Hij heeft er drie. Hij heeft een kop van jut. Voor degene die dat niet weten. Maar een kop van jut. Dan krijg je een hamer. En dan mag je een klap geven. En dan kijk je hoe hoog die komt. En als je echt heel hoog komt. Dan hoor je tien. En dan krijg je geld erbovenop. Maar meestal als je erop slaat, dan haal je het niet. Want Richard Nicolaas, mijn vriend. Hè? Echt mijn vriend, hè. Als je hem één haar krenkt, dan knal het je kop eraf. Met mijn kromzwaard of dan knal ik van je kop eraf. Met een kopzwaard of whatever. Van hem wordt gezegd dat hij analfabeet is. Maar hij heeft een vriend. En zij, die tweeën, die hebben dezelfde vrouw gedaan.
dat soort dingen gebeuren. Nou, en die Surinamer, die dus, ja, hij heet dus Sinterklaas. En die Surinamer heet vanzelf Zwarte Piet. Nou, Richard Nicolaas, je kent hem wel uit Dieren Zuid. Die koppen van Jut. Die zegt, nee, dat is helemaal niet Zwarte Piet. Dat is Zeur Piet. En die Zwarte Piet van hem, die Surinaamse vriend, die drinkt helemaal geen alcohol. Ja, die rookt een wietje. Dat is het. En dan mijn vriend Richard Nicolaas, ja, die zit gewoon lekker aan de hijzaak. Ja. Die drinkt ook gewoon grols. Er is een dag en dan drink je geen grols meer. En tot die tijd moet je gewoon lekker doorzuipen. Maar dit zijn dus ook Hollandse jongens. Dat zou je niet denken, maar die zijn geschminkt. Het is niet zoals die Zeur Piet van. Niet dat het een onaardige man is hoor. Het was zo'n Richard Nicolaas, Sinterklaas, die dus van hem zei: het is een Zeur Piet. Maar. Dat is het voor mij. Nou ja, dat is gewoon persoonlijke ervaring. Wat maakt het uit? We gaan gewoon lekker door. Kijk, dit zijn de jongens. Hij hebben witte sokken aan. En dan tatte de tat. En dat was swingen, jongen. Echt een hele goede beat. Wat voor liedjes ze deden, er was gewoon geen zang bij. Dat dan weer niet. En je kon het liedje gelijk herkennen. Geweldige Zwarte Pieter. Echte Zwarte Pieter. Een geschminkte Zwarte Pizza. Als Duits. Ja, dat was weer fout gezegd of zo. Want ik kan geen Duits. Tot mijn grote eigenste ergernis. Maar kijk eens hoe het eruit ziet. Hè? En dan vooral die bassen. Ik zal hem even aanwijzen. Maar die zitten dus hier. Dat kun je zelf ook wel zien. Deze. Ja. Boom, 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 boom. En dan hier lekker die trom. Ja. En dan swingde, jongen. En mensen werden er helemaal bang van. Nou, dit is dan even een andere foto. Maar dat is op hetzelfde moment gemaakt. Tussendoor. Hier kan je mooi de zonneschijn zien. Ik ben geen zonvereerder, want ik ben christen. Maar de zon. Ja, dus ik ben geen christen. Maar ik ben een christen. Oh sorry, ik zei het fout. Ik ben een christen, maar de zon is mooi. Hier kan je het zien. Nou, hier komen ze weer doorwandelen. Ben ik vooruit gehold, heb ik achterom gedraaid. Dan zie je allemaal die. Dat vind ik wel leuk, hè? Van die kleine mensen. Ik vind kleine mensen eigenlijk leuker dan grote mensen. Kleine mensen kan je nog een beetje manipuleren. En die grote mensen, die zijn helemaal verstart. Daar heb je helemaal niks meer aan. Hè. En die kleintjes, dat zijn leuk. En hier rechts is een man. Kan ik dit aanwijzen? Die heeft echt een heel erg kleintje. En dit kleintje, dat loopt dan, dat kan al lopen. Maar deze man, die moet het kleintje nog duwen. En dit kleintje kan ook lopen. En dat is een jongetje. En die loopt zelfstandig. En dit kleintje, dat loopt aan de hand van haar. Ja, dat 98% zeker haar biologische moeder. Oftewel haar biomo. Nou, en hierachter lopen dus de Zwarte Pieter. Die zitten daar. Dat was een herrie, jongen. En het swingde als een tiet. En daarmee bedoel ik letterlijk de borst. De borst van de vrouw. Hè. Als de vrouwen de tieten laten swingen. Dat is altijd gezellig. Hè.
Ook tijdens de seks. Dat was echt sexy, sexy gedoe. Hè. Je moet helemaal durven. Dit is de Koningsstraat van Arnhem. Ik gooide net bijna mijn bier om, zeg. Shit. Nou, hierachter zie je weer mooi die grote trom. En daar zit dan die bastrompet of zo. Ik weet niet hoe dat heet op het Nederlands. En hier heb je dan een schuiftrompet. En dit is een, ik weet niet hoe dat heet. Maar, och man. Wat een leuke liedjes hadden ze ook uitgekozen. Gewoon, ze hadden precies de goede liedjes. Ze deden gewoon, het was eigenlijk gewoon de radio. Hè? Net alsof je Adam Curry. En ik hou zelf ontzettend veel van Curry. En ook van Adam Curry. Adam Curry, moet je eigenlijk zeggen. Uit respect, ja, moet je zeggen Adam Curry. Echt pittig. Gewoon pittige toestanden. En daar hou ik van. Kijk eens even hoe ze eruit zien, man. Wat denk je wat van werk dit geweest is, hè? Ze allemaal gesmiekt. En dan een pakje aan en een witte sokjes. En dan tappen de tap. En you believe me. Gij geloof mij. U gaat mij vertrouwen. Of u gaat dood. Maar deze jongens hadden geoefend. Heb ik ook tegen ze gezegd. Van, wat hebben jullie ontzettend goed geoefend, zeg. Zo. En je gaat mij niet wijsmaken dat dit Illuminati-meuk is of zo. Want dat is gewoon niet zo. Dit zijn gewoon een steltje klojo's. En die in hun vrije tijd dachten ze van... Nou ja, als we toch niks te doen hebben in onze vrije tijd... omdat we niet hoeven te werken... dan gaan we gewoon dit doen. Ja, doe een witte sokken aan. Wat kost het allemaal? Ja. Ga gewoon lekker gek doen. Dus ik denk niet dat dit Illuminati waren. Het kan natuurlijk wel, maar... Ja, dit is weer een hele mooie van de zon. Hè? Ik ben niet van de zonneverering. Hè? Dus, maar de zon is wel mooi. Hè? Hier kan je mooi zien binnenschijnen. Hetzelfde momenten. Kijk, hier lopen ze voor me. Kijk, en daar zie je dus die basdrum. Boom, boom, boom. Ja. Vet, man. Echt hartstikke shit. En hier loop ik weer een beetje achter die lui. En dan zie je dus hier die man. Die heeft zoiets van... Oh, daar komen de zwarte pieten. En die vrouw daar links... Die moet er wel om lachen. Ik ben ook echt voor feminisme. Ik vind feminisme... Dat vind ik zo'n... afgedruipt begrip tegenwoordig. Maak er wat van. Hè? Doe er wat mee. En die vrouw daar links, die kennen erom geinen. Kijk, dat noem ik een feminist. Dat is een goed begrip. Mooi, ik heb mijn wiet gevonden. Ik dacht even dat mijn wiet buiten de aanreikwijdte van mijn microfoon lag. Maar dat is niet zo. Mijn wiet is onder handbereik. Pakken we de volgende. Mooi hè, die schuiftrompet. Eigenlijk over deze plaats kan je deze foto, deze opname, deze 2D, deze satanistische, dat is Satan hè. Satan ziet alleen maar in 2D, ja. Dit is een opname van Satan. Hoor alsjeblieft een beetje lollig samen met mij. Zie je dat jongetje? Daaronder? Hè? Die moeder van hem. Ik denk dat dat zijn moeder is. Of zijn tante. Hè? Maar zijn moeder of zijn tante die moet lachen. Die snapt de grap wel.
En dat jongetje, die keek dan hoor. En excuseer mij voor mijn diets. Maar dat jongske, dat keek dan hoor. En dan moet hem wel een beetje kieken. Ja? Wat maak je een woord, man? Dat is een stelletje Hollanders, die doen idioot. Nou, wat is daar probleem mee? Ze spelen in de maat. In ieder geval toen. Hè, dus toen ik deze foto's maakte, speelden die jongens in de maat. Nou. En ze hebben een gek pakje aan. En het is ook hartstikke koud, man. Was het toen 10 graden Celsius. Of nog minder. En dat maakt allemaal niet uit. Het is juist leuk als het koud is. En die man die daar, je hebt die vrouw die wel moet lachen en die man die heeft zoiets van, oeh, nou ik. En het jongske van den man, die kijkt toch helemaal niet naar die zwarte pieten. Die begrijpt de grap niet. Want waar gaat het nou eigenlijk om met zwarte piet? En dat ga ik jullie uitleggen. Klojo's. Oh, sorry. Och, wat zei ik nou weer? Dat mag je helemaal niet zeggen op de radio. En ik doe het wel. Terwijl ik op zoek ben naar mijn aansteker. En dan nemen we de volgende foto. Want deze is uitgepraat, hè? Kijk, hier loop ik weer achter ze. En wat kan je hier allemaal zien? Nou, dat die jongen en dat meisje, die negeren de zwarte pieten. Die hebben er niet echt iets over te zeggen. En je ziet dus aan die zwarte pieten, dat zijn helemaal geen zwarte pieten, dat zijn gewoon fucking Hollanders. Stel je niet zo aan, man. Fucking Hollanders, die hebben zich ja, gewoon zo'n pakje aangetrokken. Maar je kan zien dat ze de benen goed bewegen. Ze dansen over straat. Zie je dat? Ja? Zal ik het nog even aanwijzen? Deze. Ja? Dit noemen we een dans. En dat ook. Dan moet je kijken naar die voeten. Je kan gewoon, dit heet in de tarot, heet dat de dwaas. En dat is kaart nummer 22. Daar is niks mis mee. Dat mag je gewoon doen. Als je dat wil en je hebt er de centen voor, met de nadruk op centen. Je hebt er de poen voor, dat is Jiddisch. Maar ik ben op cursus Joods, dus je snapt dat ik een aantal Jiddische woorden ken. Maar je hebt er de poen voor. Ja, dat moet je gewoon doen, man. Laat de mensen lachen. Kom op. Oh, ik ga de verkeerde kant. Sorry. En waar ben ik nu? Nu ben ik een heel eind vooruit gehold, denk ik. En wat zie ik hier allemaal? Je moet hier echt naartoe gaan, hè? Dit is Arnhem. En Arnhem, of Deutsche, dat is helemaal geen slechte stad. Hè? Kan je een hoop gein hebben. Dus je moet hier allemaal naartoe komen. Man. Dus je kan links zuipen, je kan rechts zuipen. En je kan overal eten. En ruzie krijgen, een klap voor je bek. Dat is echt een stad. Dus je moet hier naartoe komen. Nou, daar achterin zie je, dus nu zie ik het weer. Achterin, dat is, daar komt dus die club weer aanwandelen van die zwarte pieten. En heb je links, heb je dus, even kijken hoor. Daar heb je het lunchcafé. Dat je in ieder geval weet waar je bent. Maar voor de rest zie ik hier niet veel. En rechts, dat heet een bodega. Heb ik nog nooit iets gedronken, maar dat wil niks zeggen. Je moet gewoon een keer lang gaan. Dit is een ingewikkelde foto, maar de zwarte pieten zitten erachter. Je kan dus hier zien dat dit is die bastrompet.
En het swingde, jongen. Oh, wat leuke liedjes hadden ze. En is dan weer wat verder. Waar lopen ze nou? Ja, dit zijn gewoon verdere mooie foto's. Dit is Arnhem. Dat is de stad waar ik woon. En deze kerk, dat is de Martinuskerk. En ik heet Perry Franciscus Martinus. Dat is mijn kerk, dus in principe. Het is een vreemde qua verhouding, maar het zal wel kloppen. Oh, dit is leuk. Kijk, dit is ook een reden om naar Arnhem te komen. Hè? Want als je naar iedereen moet naar Arnhem komen, vind ik persoonlijk. Hè? Je moet bij Nijmegen wegblijven. En een manier om uit Nijmegen weg te blijven, is om naar Arnhem te komen. Dit bedoel ik natuurlijk satirisch. Ik heb helemaal geen hekel aan die Jezuïeten. Ben jij gek? Die katholieken, die kunnen gewoon lekker... Hè? Maar wij zitten boven de Rijn. En lekker verlost van dat stomme... laat het niet vloeken... Ik zei stom, maar dat is vast alweer te erg of zo. Mensen zeggen politiek incorrect. Hè. Maar wat je hier ziet, dit is dus een echte kroeg. En dit is op zondag. En op zondag wordt in deze kroeg, wordt er het is heel moeilijk uit te spreken, maar regae. Die op zijn Nederlands, het is bijna niet uit je bek te krijgen, hè? Totdat je ernaar luistert. Regae. En dan draaien we regae hier. Hè? En dan niet zo alleen maar no woman, no cry, want dat kennen we, no woman, no cry. Hè? Dat is niet geen vrouw, geen kraai. Dus als je geen vrouw hebt, dan krijg je ook geen kraai. Of je kan ook zeggen, geen vrouw, geen gehuil. Dat is ook één, hè? Van, als je geen wijven hebt, heb je geen gezeik. Dat wordt hier niet gedraaid. Hè? Hier wordt gewoon reggae gedraaid. En dan deep reggae. Voor mensen die dat willen horen. En die jongen die hier aan het draaien is, die heet volgens mij Roel. Een hele goeie. Echt, echt heerlijk. Als hij aan die draaitafel zit, dan heb ik een leuke dag. Moet je kijken hoe die bezig is, man. Move. You got to move it, move it. You got to move it, move it. En daar links zit Willem. Ik weet zeker dat... Nou, ik weet het niet echt zeker. Maar ik denk zeker te weten dat hij Willem heet. Die kan er ook wat van, hoor. Die heeft ook zo'n hele leuke... Dat gaat lekker door, weet je. Want dat is voor ons nodig. Wij moeten doorgaan. En André van Duin heeft daar een liedje over gezongen. En André van Duin is niet per se mijn grootste idool. En ik heb idolen, hoor. Ik ben een idolatorist. Wel. André van Duin is daar niet eentje van. Maar dat je moet doorgaan, dat klopt. En kijk maar naar deze jongen. Die zit hier een beetje een colaatje te drinken.
er mooie liedjes aan te kiezen. En hij maakt mensen blij. Hij laat ze horen wat de mooie muziekjes zijn. Ook al is het reggae. Reggae. Het is maar reggae. Maar dat wil niet zeggen dat het slecht is. Ben jij gek? Je moet gewoon luisteren. En de bekkenhol. En een beetje dans. Dat is belangrijk. Voor ons mens. Sorry voor mijn Duits. Voor mijn diets. Maar dat is belangrijk. En mensen moeten er ook hier naartoe komen. Die moeten naar de streetcafé komen. En dat moet gewoon meer mogen. En laat hem de rol voor u speel. Want de rol, die weet wat de mooie liedjes zijn. Of de Claudia. Claudia, die kan ook fantastische keuzes maken. Dat is een Duitser, hoor. Dat is een buitenlander. In principe moeten we die niet. Het is een grap. Claudia is heel aardig iemand. Maar dat is een Duitser, hè. Ja, maar die kan ook heel schoon draaien. Spul. En dan Willem. Ik kan er ook wel van. En de Willem, die is een trots. Ik ga weer naar mijn diets toe. Willem is getrouwd. Nee, ik ga weer terug naar mijn diets. De Willem is er weer. Daar had hem een vrouwke. En die kan ook drooi. Oh man. Oh. Zo schone. En je kan ook zien dat de Mroel, dat hem zelf geniet van de muziek. En dan weet ze dat je mooie muziek hoort. Je verstaat het toch wel? Dit kan allemaal in Arnhem. Arnhem is denk ik de meest anarchistische stad van... Dem Hollander. En deze plek, dit is echt. Ja, zie deze foto maar eens te maken. Is maar hier moet je dus echt één keer in je leven moet je hier naartoe gaan. Als je hier niet geweest bent in je leven, heb je mooi wat gemist. Dit is de plek waar de anarchie heerst. En daarmee bedoel ik dat Jezus heeft... Kut voor jullie, hè? Want nu ga ik weer over de Bijbel beginnen. Maar Jezus heeft gezegd, wat in de Bijbel staat... Noem niemand op deze wereld jouw vader. En in het streetcafé in Arnhem, dat is dus een anarchie. Dat is christelijk. Dat is congruent met het christendom. En dat is goed. Want er is geen vader voor jou. Jij bent omringd met kinderen. No-no's. Als je dat zo liever wil noemen. Mag je dat ook no-no's noemen. Jezus heeft gezegd. Als je snapt wat ik bedoel. Dan ben je een. Dan word je een lam. Een klein schaapje. Omringd door wolven. Dat is wat er gebeurt als je begrijpt wat ik bedoel. Daar is geen ontkomen aan.
En dat kan je vertalen op allerlei manieren. En ik zeg, als je mij volgt, en niet dat je mij moet volgen, want dat wil ik niet dat je mij moet volgen, want dat wil ik niet. Je moet Jezus volgen, dat is genoeg. Maar als je mij volgt, dan ben je een slimmerik, omringd door dombo's. En wat is erger? Wil je een lam zijn omringd door wolven? Of een slimmerik omringd door dombo's? Ja, het is een beetje kut. Dat snap ik ook wel. Maar aan de andere kant is kut is ook niet zo heel vervelend. Dit is een hele goede foto. Deze compositie is geweldig. Hier zie je een tapkraan aan de linkerkant. Dat is net als een slang. Rechts zie je de cd's. In het midden zie je... Yasha heet die volgens mij. Een beetje ingewikkelde naam. Maar. En daar links zie je iemand van Van Halen. En dan Herman Brood. Die hangt dus precies onder de tapkraan. Dus je moet eventjes kijken. Dus je hebt die hendel van de tapkraan. En dan gaat het pijpje omlaag. En dat pijpje hangt precies voor het gezicht van Herman Brood. Nog een reden om naar het streetcafé te komen hier in Arnhem, waar ik ook woon, met mijn laatste geld. Nou, hier links zie je de man, die heeft mij een keer de bril van mijn kop geslagen. Hij heeft eerst gedreigd van ik ga je bril van je kop mappen en later heeft hij dat ook gedaan. Nou, dat is ook weer een reden om naar het streetcafé te komen. Om echt met gevaarlijke mensen om te gaan. Want Friedrich Nietzsche, iedereen zegt tegen mij van... Ja, Perry, jij bent christen, dus je leest vast geen filosofie. Nou, dat is helemaal fucking niet waar in je e-hol. Friedrich Nietzsche is gewoon ook christelijk. En Friedrich Nietzsche heeft gezegd... Has sagt. Je moet gevaarlijk leven. Dus zoals... Du sollst gefährlich leben. Dus kom hier naartoe. En daar hangen dus linksboven, zie je dus, die kan je goed zien, dat is die speaker. En dan rechts, kunnen jullie die ook goed zien? Ik kan het zelf niet helemaal goed zien, maar rechts hangen dus twee speakers. En dat zijn JBL's. En... Nou, dat kan je dus niet zien, maar als je dus zo kijkt en vanuit je rug moet je omdraaien, dan hangen daar twee clips. En dat ken je vast niet. Ik denk niet dat jullie weten wat een clips is. Maar dat is een Duits speakermerk. Een clips die je... Nou, dan kan je op YouTube, internet, e-mail/com, kan je gaan controleren wat het is. Maar er hangen dus twee clips aan de andere kant. En als het vol genoeg is en als de goede DJ alcohol staat te verkopen, dan gaan die clips hier gaan aan. En in een streetcafé hebben ze mooie tegels. Dus dat, ik weet niet hoe ze dat voor elkaar gekregen hebben, maar... Het geluid is echt geweldig. Hè? Gewoon echt geweldig. En dat komt vooral omdat die mensen die aan de knoppen zitten. Want hierachter, hè, ik zal het even aanwijzen. Hier dus. Hè, ik zit even onder de bar door te wijzen. Maar daar staat de geluidsinstallatie. Ja, die moet je maar weten te bedienen. Het is allemaal knopjes. Echt ingewikkeld hoor. Net een mummie. Nou, wat zien we hier? Nou, deze is bewogen, dus die slaan we over. Deze is ook bewogen, slaan we ook over. Deze is weer tof.
scan even heel snel. Wat zien we hier allemaal? Hè? En je moet hier naartoe komen. Dit was de laatste. Oh, nee, dit is een mooie. Kijk, deze CD. Oh. Ja. Kom er maar eens om. Zo'n ontzettende bak. Oh, en nu kan je ook mooi zien. Oh, kijk, dit is dus die andere JBL. Dit is van JBL. Even goed aanwijzen. Dit is ook een JBL. Ik heb net drie pagina's geleden was het, de linkerpagina. Aan de linkerkant en hier heb je hem aan de rechterkant. Mooie tent is dit, man. Hier moet je echt naartoe komen. Dan kan je gewoon een hele avond kan je gewoon denken, ik leef niet meer. Ik ben dood. En dat is goed. Dat is natuurlijk een paar. Oh ja, dit. Oh. Nee, nu kom ik helemaal klaar. Wat ze in het schietcafé in Arnhem, in het schietcafé, in de Wezenstraat. Dat kan je zo vinden. Dus een wees, dat is iemand zonder ouders. En de Wezenstraat. Dus de straat van de mensen zonder ouders. Daar zit het schietcafé. En daar wordt geschaakt. En niet zo'n klein beetje, maar. En niet zo'n klein beetje. Gewoon vet. We hebben daar dus op maandagavond we hebben een schaakclub opgericht. Maar dan zonder lidmaatschapsdinges. Gewoon helemaal niks. Gewoon op maandagavond wordt er geschaakt of je houdt je bek. Er wordt ook wel op dinsdag geschaakt en op woensdag. En op maandag is het de bedoeling dat zoveel mogelijk komen. En dan gaan we gewoon vet schaken. Want ze hebben daar twee schaakborden. Je ziet hier één. Dit is mijn favoriete bord. Dat is het kleine bord. Maar je hebt er nog één. En de stukken voor het tweede bord. Die staan. Als je binnenkomt. Moet je naar boven. Dat is heel ingewikkeld uit te leggen. Maar als je binnenkomt. Is er boven. Heb je een plankje. En daar staat nog een doos. En dan kan je het tweede bord gaan vullen met stukken. Nou, dat doen we hier ook. En nu ik toch bezig ben. Ik was dus aan het schaken met Richard Nicolaas van Zwarte Piet. Sir Piet. Dat ze dezelfde vrouw gedaan hadden. Ik was met hem aan het schaken. Het was een hele leuke, rustige avond. En toen viel de politie binnen. Dat was gek. Ik was stom verbaasd. En ik zat dus aan deze kant, waarin je nu kijkt. Hè? Daar zat ik. Hè? En aan de andere kant, daar zat Richard Nicolaas. En je bent helemaal zenuwachtig van al die. Er waren 8 man politie. Of toezichthouders. 8 gouvernanten of zo. Die denderden naar binnen. En hij draaide zich dus om. En toen ging hij met zijn linker arm. Mepte hij een loper om en een toren. En dan zei ik tegen hem van. Cool down, man. Rustig aan. He? Niet zo moeilijk. We hebben gewoon een inval van de politie. Het ging om tabakcontrole of zo. Want je mag tegenwoordig geen tabak meer roken. Ze verkopen het wel. Het mag gewoon verkocht worden. Maar je mag geen tabak telen. En je mag het ook niet roken. Je mag tabak alleen maar verkopen. En je mag het oproken. Dan moet je binnenkort naar de top van de Himalaya.
En dan mag je, ja, je, dan mag je tabak roken. En in een streetcafé, ja, ik moet hier heel voorzichtig mee zijn, maar in een streetcafé, daar rookt men tabaksvervanger. En ik was dus een, wat ik altijd doe is, dan heb ik een pakje bij me en het heet David en Goliath. En daar doe ik mijn tabaksvervanger in. Dus ik neem mijn tabaksvervanger mee naar het streetcafé. Het streetcafé in Arnhem heeft een ontheffing. In die zin dat de klanten die mogen wiet en hash roken binnen. En voor de rest, als je dus echte tabak waar je longkanker van kan krijgen, als je dat spul wil roken, dan moet buiten. Nou, wat denk je? Wat denk je nou zelf dat de mensen doen? Iedereen zit er. Ja, je mag het niet zeggen. Dan krijg je weer een inval. Maar die acht lui, die kwamen binnen. En ik was een potje schaken aan het spelen. Met Richard Nicolaas. En die gooide dus het ding om. En die werd helemaal zenuwachtig. Ik zei zo, rustig. Nou, er waren twee vrouwen erbij. En het aparte vond ik dat die mannen, die waren in uniform. En die vrouwen, die hadden alleen een touwtje om hun nek met een ID-dinges. Want ik ben er ook bij. Maar die vrouwen die mochten dan kennelijk zelf uitkiezen hoe ze eruit zagen. Met een blauw jasje of een rood jasje. Wat maakt het uit? En die vrouw, dus hier vandaan gezien, hè, naar links, hè, stond een van die vrouwen, die stond gewoon lekker mee te swingen en te kijken naar die schaakpartij. Dat is niet deze stelling, maar, want dit is verloren voor, dit is verloren voor zwart. Absoluut afgelopen, denk ik. Ja, dit is afgelopen voor zwart. Dat kan niet anders. Maar ik was met Richard Nicolaas nog echt aan het schaken. En zij vond dat wel sexy. En die muziek die in het schietcafé klonk, dat vond ze ook wel sexy. Nou, dat kan ik me goed voorstellen. Want de muziek in het schietcafé is godverdommes goed. En dat was geen vloek, hè? Daarbij bedoelde ik alleen maar van, godverdoem mij als die muziek niet slecht is. Niet goed is. Was dat ook alweer? Dus iedereen moet hier naartoe, man. Lekker lachen. Kijk eens hoe het eruit ziet. Dat is toch een prachtige tent. Met een dartbord. Een mooie stenen vloer. En een stevige krukken. En daarachter, daar kan je tafelvoetballen. Dat is ook een hele goede sport, hè? Tafelvoetballen. Kan je het? Lukt je dat? Het is een kwestie van op tijd zijn. Het is een nummer van Deep Purple. Zo'n band, een band. En dat nummer heet Child in Time. Kind op tijd. Of kind in de tijd, kan je ook denken. Het punt is, jij bent een fucking kind. En jij moet op tijd zijn. Dus haast je. Je hebt geen tijd meer. Kijk op je klok. Ja, dat is zo. Of beter nog, gooi je klok weg. Haast je. Want iedere keer dat jij op je klok kijkt, dan verspil je tijd.
beter weet je hoe laat het is. Kom dan naar het Schietcafé in Arnhem en dan suip jezelf te pletter. Je mag daar gewoon hash en wiet, mag je gewoon helemaal met tabaksvervanger. En af en toe komt er, één keer is het de overheid langs geweest om te kijken of het allemaal wel de tabaksvervanger was. What do I care? Wat maakt mij dat uit? Als ze mij willen arresteren, ja, liever vandaag dan morgen. Heb ik elke dag gratis ontbijt. Nou moet je een beetje corvée doen, denk ik wel. Ik heb al lang gehoord hoe het in de baaiers hier in Nederland is. Kijk, wij Nederlanders, wij zijn niet zo hardvochtig. Wij zijn een van de meest liefdevolle mensen ter wereld. En dat komt door onze taal. Wij weten details. Wij weten van de D en de T. Wij zijn de slimmeriken. En Nederlandse gevangenissen daarom stellen helemaal niks voor. Daar mag je gewoon blowen, daar mag je tekenen, dat valt allemaal reuze mee. Het is geen enkel probleem om naar de gevangenis te gaan hier in Nederland. Als je in Marokko naar de gevangenis gaat, dan zeggen ze, ik weet het niet, ik heb het zelf niet echt meegemaakt, maar het schijnt daar echt KUDT te zijn. Met DT, hè? Dirk Theodor. Maar hier in Nederland. De Bijlmer Bias gaat er. Dat valt reuze mee. Dit is een hele mooie foto. Dit is Claudia. Want zij is een Dodger. En zij is zo leuk in het draaien van muziek. Want zij is echt een vrouw. In die zin dat ze de mannen de ruimte geeft. Zij snapt het ontzettend goed. Ze heeft ook hele mooie tanden. En vroeger had ze langer haar. Maar goed, iedereen wordt ouder. Maar zij heeft een hele fijne touch. Een aanraking. Wat Jezus ook, om even terug te keren op Jezus. Jezus wist precies wanneer iemand hem aanraakte. Als je Jezus een schouderklopje gaf, dan voelde hij dat niet. Maar als iemand hem aanraakte, dan voelde hij dat wel. Kijk het maar na. Als je zegt dat ik lieg, dan moet je gewoon je Nieuwe Testament erbij pakken. Jouw Nieuwe Testament. Je koopt er maar één. Je krijgt er maar één. Check het. Maar Claudia, dat is iemand die heeft mij aangeraakt. En niet met haar vingers. Met haar gedrag. Dat ze echt kijkt naar haar publicum. En zij is Deutsche. Ze is publiek op zijn Nederlandse. En ze kijkt naar haar publiek. En ze weet wat ze moet doen. En ze reageert alleen maar. Zij is totaal, zoals de Arabieren zeggen, islam. Zij is onderworpen. Zij is onderworpen aan de situatie. Eigenlijk zou je als Claudia, maar er zijn er nog meer hoor. Er zijn er nog meer. Debbie.
is er ook één. Iedereen zou op zijn knieën moeten liggen. Voor DJ's zoals deze. En dan hoor je tenminste muziek, man. En dan ga je een beetje dansen. Dansen, Mussolini. Dansen, Adolf Hitler. Weet je dat nummer nog? Zij weet dat nummer. Zij weet dat het van de Duits-Amerikaanse frontje af. En zij lacht erbij. Zij kan lachen. Wat een kutstelling is dit, toch? Dat is wel interessant. Wacht hoor. Wat moet je hier doen? Oh, hier heeft wit. Wie heeft hier gewonnen? Ingewikkeld is dit. Jezus, man. Oh, ik weet niet wat je hier moet doen, hoor. Echt niet weten. Ik weet ook niet wie er hier aan zet is. Maar het is wel een mooie stelling, hè? Dus hierboven staat de koning van zwart. Ik zal even aanwijzen. Dit is de zwarte koning. En die kan dus nu die toren pakken. Ja. Die kan nu gepakt worden. Die is onverdedigd. Dus ik denk dat wit aan zet is. Ja, dan kan het wit nu onmiddellijk de pion pakken. Hier gaan. Deze pion. Hier onverdedigd. Heel goed, doe maar. Schaken, daar raak je nooit over uitgepraat. Zelfs met al die computers kom je er niet uit. Je hebt wel het perfecte schaakspel, dat is verder geen probleem. Maar. Wat doe ik nou weer? Even wachten. Ja. Oké. Volgende. Deze bewogen, die slaan. Oh, hey, ho. Dit is. Ik weet niet wie dit is. Maar dit is Jesse. En die kan koken. En mijn vader, die kon ook koken. Maar hij ook. Tenminste, hij verdient er geld mee. Dus dat zegt al heel wat, toch? Ja. Hij mag gewoon koken. Hij heeft ook zijn eigen messen set. En hij kan schaken, jongen. Zo de knetter. Hij is echt een hele gevaarlijke opponent. En voor de rest is dit geen saai café, hoor. Kijk, als er mensen aan het schaken zijn, dan kan je nog steeds dansen. Dat maakt ons schakers niet uit. Want ik heb hier gedanst. Oh, heel veel. Dat kan niet anders vanwege al die muziek. Kijk hoeveel cd'tjes. Die planken die hangen helemaal door, zie je dat? Is niet recht, hè? Doorgebogen. Ook. En daaronder valt iets mee. Maar deze bovenste zijn doorgebogen. Allemaal cd'tjes. Een herrie. Oh. En hierboven, dit is het. Dit is dus street. Hier staat Street Café. Maar dat kan je niet zien. Vanwege de overstraling. En ik ga dit soort opnames niet digitaal manipuleren. Om het duidelijk te maken. Dat is
mij te veel werk. Dit is een mooie. Hier zit een vrouw. Deze is bewogen. Maar deze vrouw was een aardige vrouw. Daar heb ik heel even mee gepraat. En die vrouw die heeft een tas. Ooit afgevraagd waarom vrouwen een tas hebben. Ik geef je 20 seconden om daarover na te denken. En het antwoord mag je sturen aan perry7@mac.com. Want ik wil het graag weten. Ik wil graag weten wat jullie besef is van het verschil tussen een man en een vrouw. Of denken jullie dat een man en een vrouw allemaal hetzelfde zijn? Dat laatste denk ik. En vrouwen, natuurlijk mogen ze een tas bij zich hebben. Maar waarom? Ah, dat wordt nog een volgende uitzending. Een nächste Sendung. Oh, dit was de laatste. Oh. Oh, mooi zo. Even controleren of het echt de laatste was. Ja, het was echt de laatste. Nou, dat is mooi. Nou, dan wil ik gewoon zeggen tegen jullie. Op zijn hamburgs. Zo schijnt het. Zo is mij geleerd door Jörg Kliesman. Het is hamburgs en niet per se Duits. En dan wil ik zeggen, tjus. Dag lieverds.